Ja. Grappig is dat om jezelf zo terug te zien inderdaad. Dat zie je natuurlijk nooit door uit op foto's. Dus. Ja, heel leuk. Elke week in Vrouw hebben we een glamourmetamorfose in de studio van de Amsterdamse sterrenkapper Rob Peetoom. Deze week is de 39-jarige Lise Lore de Haas aan de beurt. Deze stewardess vindt dat ze moeilijk haar heeft en moet het ook nog op kunnen steken vanwege haar werk. Een mooie uitdaging dus voor de mensen bij Rob Peetoom. Zelf heeft ze geen controle over het resultaat, want ze mag tijdens de makeover niet in de spiegel kijken. Ik heb begrepen dat ik een metamorfose krijg van mijn haar en make-up en kleding. En dat het een heel ander soort dan je nu bent, dus ik ben heel benieuwd. Ik wil al de hele tijd iets anders, maar ja, je blijft een beetje erin en je hetzelfde en je wil toch wel een keer iets anders. En dan denk ik, ja, als je dan weer bij de kapper zit, dan doe je van, doe toch maar hetzelfde. En ik denk, nou zo, nu moet je, dus dan daarom eigenlijk. Okay. Ja. Ik ga mijn haar kleuren nu. Ja, een beetje in dezelfde kleur weer, ietsje lichter. Dus ik kan niet goed zien wat ze allemaal doen is, maar ik wacht het maar even af. Het wordt een stukje korter en verder gewoon ook weer krullen. Dan is creative director Vincent aan de beurt om met haar aan de slag te gaan. Wat zal het gaan worden? Ik ben van plan met het kapsel om wat meer volume erin te krijgen. Ze heeft vrij fijn haar, maar omdat de krul in zit kan je er best wel wat uithalen. Ze is stewardess, dus ze moet het wel kunnen opsteken. Maar omdat ze die volle krulletjes heeft, dan kan je het eigenlijk altijd wel opsteken. Dus we gaan echt een stuk van lengte afhalen, wat meer een lok erin zetten. En flink wat lager er doorheen zetten, waardoor ze het een beetje het best doet met de krul, dat het dan echt een leuke bos haar wordt. De krul wordt in het haar gezet en visagist Carla Rep zorgt voor de make-up. Ze heeft al een mooie basis gekregen. Ik heb haar al een beetje geshaped. Heb wat kleur aan de wangen aangebracht. Ik ga zo direct met de ogen beginnen. Ook hier geldt dat ze eigenlijk heel veel kan hebben. Bruine ogen zijn sowieso eigenlijk ook wel redelijk makkelijk om op te maken. In de zin van kies van een kleur. Dus ook zij heeft een warme huid. Dus ik ga gewoon iets leuks doen. Eigenlijk kan alles. Ja. Na de make-up wordt er nog even aan het haar geplukt en dan is het tijd voor de grote onthulling. Ik heb de hele middag gezeten, dus ik ben reuze benieuwd. Okay. Ja. Denk je dat je collega's, of ben je bang hoe je collega's gaan reageren? Ze zijn toch iedere keer andere, dus die kennen me toch niet, dat maakt niet uit. Nee. Ik hou er wel een beetje rommelig en zo. Je moet er nu niet zoveel doorheen gaan natuurlijk. Ja, het moet eraf blijven. Maar okay. Ja, het is heel erg leuk. Heel mooi. Ja. En nu de foto ook, hè? Hebben we dat al vaker gedaan? Nee. Nee, pasfoto, maar dat is het. Ja. Lise Lore is dolgelukkig met haar glamorous makeover. En dan is het nu natuurlijk tijd voor de fotoshoot. En dit is het resultaat. Het is wel veel wachten, maar het is wel lekker een keertje zo'n dagje. Dus ik vind het heel erg leuk. Ja, geslaagde dag.